Ik ben Jan van der Steen, ik ben student watermanagement aan de TU Delft. En ik ben Joep Verhoef, ik heb een bachelor civiele techniek gedaan en inmiddels afgestudeerd aan de Master River Delta Development. Hallo, mijn naam is Savannah Kok, ik ben 25 jaar en ik ben een masterstudent International Land Water Management in Wageningen. Ik ben Stefan van Gestel, ik heb een master gedaan in Climate Studies in Wageningen. Ik ben Merel Tesselaar, ik ben 21, ik studeer kust- en zeemanagement aan het Van Hal Larenstein in Leeuwarden. En verder ben ik de junior dijkgraaf van Wetske Friesland. Ja, we staan hier op het kantoor van de Delta-commissaris en vandaag zijn wij als jongeren in gesprek gegaan met de Delta-commissaris over het Delta-plan 2023, wat aankomende Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Wat ik graag meegeef, dat ik vandaag ook heb geprobeerd, is vooral het lokale, het regionale, operationele niveau, dat daar heel veel nuances spelen, moeilijkheden, en dat dat goed wordt geïmplementeerd in het totale systeem van de klimaatadaptatie in Nederland. Mijn belangrijkste aanbeveling aan Peter Glas en zijn staf is op dit moment om naast de waterveiligheid, die heel erg belangrijk is, ook te blijven focussen op de droogte die de afgelopen jaren een hele grote rol heeft gespeeld in ons watersysteem. We hebben het gehad over bijvoorbeeld de overstromingen van vorig jaar en hoe dat eigenlijk een ander type overstroming is dan misschien dan je op je netvlies hebt als je aan overstroming denkt. En dat je dus ook op een andere manier je daartegen moet wapenen. Een van de dingen die mij is opgevallen is dat de Delta-commissaris in hoe hij spreekt over het Delta-plan, dat hij altijd optimistisch blijft over de toekomst. En dat hij dat ook probeert uit te stralen dat er zijn hele grote uitdagingen. Maar we gaan het samen oplossen en de toekomst klimaatadaptief maken.